Welkom bij weer een nieuwe NEC-update voor beschouwing op de wedstrijd tegen Heracles Almelo vrijdagavond om 8 uur. En we blikken natuurlijk nog even terug naar die eerste wedstrijd. Want het begon allemaal, nou ja, de sfeer zat er goed in. Kijk, het stadion zat gevuld en we gingen er allemaal eens even goed voor zitten. En uiteindelijk verlies je met 4-3 van Excelsior. Dus daar was een flinke kater. Dat hadden we ons toch anders voorgesteld, ook de trainer. Ja, daar hebben we wel een andere voorstelling van gemaakt voor de wedstrijd, ja. Dus dat was teleurstellend. Zo wil je het seizoen natuurlijk niet beginnen. Maar uiteindelijk is het de eerste wedstrijd. En moeten we ervan leren en hebben we erover gesproken. En is morgen de volgende kans. Goed over gesproken, wat ik ook een beetje begrepen heb. Wat is daar uitgekomen dan? Hoe kon dat zo gebeuren dan? Ik denk dat we gewoon de dingen niet goed genoeg hebben gedaan. Hè. Met name in balbezit hebben we denk ik een hele slechte wedstrijd gespeeld. Waardoor je heel veel balverlies gehad hebt vanaf het begin. Nou, daar ga je naar kijken, oké, waar zit hem dat in en wat kunnen we daarin verbeteren, waardoor je wat meer controle over de wedstrijd zou kunnen krijgen of krijgt. Dat zijn dingen die we besproken hebben en hoe en wat, dat is denk ik niet zo van belang. Ja, en dan ook maar eventjes de aanvoerder gevraagd naar die wedstrijd en ook, kijk eventjes hier naar de foto, hij kreeg nog een flinke klap. Dus hoe is het met het oog van Lassen? Hij zit er nog. Nou, het gaat prima. Het gaat prima, ja, er was neus, oog en natuurlijk dikke lip onder en... Ja, het gaat nu prima. Ik had die avond natuurlijk wel flinke koppijn, maar dat ging eigenlijk ook die dag daarna vrij snel goed. En het is aardig gesteld. Had je meer hoofdpijn van de stoot of van het spel wat jullie lieten zien? Nou, van het spel denk ik. Dat was natuurlijk niet de entree die we graag hadden voor ogen hadden. Ik denk dat dit niet alleen dat wij verloren, maar natuurlijk ook de manier waarop. Als je ons een voorbereiding gezien, wat is het was een ander team dat op het veld stond, leek het wel. Ja, je zegt, kijk, je hebt wel wat jonge jongens, maar ook jullie als ervaren spelers hadden het gewoon lastig. Nou, ik weet niet of we het lastig hadden. Ik denk dat wij, het gaat niet om alleen de jonge jongens of de oude spelers. Dat is natuurlijk vaak de neiging dat mensen dan gelijk schreeuwen van ja, die jonge jongens die zijn jong, de nieuwe spelers zijn niet goed genoeg en de oude spelers kunnen niet meer. Ja, dat is natuurlijk de grootste onzin. En dat zijn vaak van die mensen die er geen verstand van hebben, die dat soort dingen gaan roepen. Als mensen de moeite had genomen om de voorbereiding te kijken, nou, dan zagen ze een heel ander beeld. Dus daar heb ik niet zoveel mee. En, weet je, die mensen mogen zeggen en vinden wat ze willen, maar er zijn vaak mensen die nog zeggen geen twee keer kan hoog houden. Dus daar heb ik niet zoveel mee. Dat doet je wel wat blijkbaar. Nou, dat mensen dat dus blijkbaar zeggen. Oh nee, dat doet mij niks. Nee, maar mij niet uit. Mensen mogen van me vinden wat ze willen. Maar ja, mensen met verstand die zien het heel anders. Dus dat, waar ik zeg, mensen mogen vinden en voelen wat ze willen, daar heb ik niet zoveel mee. Nou zei jij vorige week bij mij, nou, ik heb zin om te beginnen, ik wil ook weten waar we staan. Je zegt de eerste wedstrijd, maar is dit dan ook nu waar je staat? Of? Nee, ja, maar waar sta je dan nu als je één wedstrijd verloren hebt? Nou, als ik verliezen kan, maar ik ben vooral geschrokken van het spel. Ja, nee, maar dat geef ik net ook aan, hè, dat je gewoon niet goed gespeeld hebt. Maar ja, op basis daarvan kun je volgens mij niet aangeven waar je staat. Want we hebben allemaal gezien dat we dat beter kunnen dan dat we gedaan hebben. Nou, over de breedte van de selectie, er komt weer een nieuwe speler aan, weer uit Japan. Heb jij jouw Google Translate inmiddels niet op 3 telefoons staan? Ja, jawel, die staat wel op verschillende talen. Kijk, dat is niet ideaal. Ja, je wil natuurlijk zo snel mogelijk makkelijk converseren. Nou, dat gaat niet altijd. Zo eerlijk moet je ook zijn. Alleen, die jongens kunnen wel voetballen. Ja, en die moeten ook even tijd hebben om zich aan te passen. En die tijd heb je niet altijd. Dus het moet sneller dan het kan eigenlijk. Ja, en dan maar eens naar Heracles Almelo. Vrijdagavond om 8 uur wordt daar afgetrapt. Voor hun de eerste wedstrijd weer na de promotie in de Eredivisie thuis. Ze speelden ook goed tegen Ajax. Dus ja, wat verwacht de trainer? Ja, ik denk dat zij ook in elke linie wel jongens hebben die weten wat er gevraagd wordt. En met Hoogma achterin, met Bruns in het middenveld, Venovic die ze daar hebben. Dus ze hebben wel spelers die al wat langer meelopen. Nou, die hebben wij ook. En uiteindelijk denk ik dat het een open wedstrijd wordt. Eerste thuiswedstrijd voor hun in de Eredivisie weer. We willen graag aanvallen, dus daar zal ook ruimte zijn. En aan ons om het beter te doen dan zondag. Wat verwacht je morgen? Dat een lastig woord, lastig wedstrijd wordt. Ik vond dat ze het goed deed tegen Ajax. Het wordt een lastig. Het is een lastige uitwedstrijd, hè, kunstgras. Ze zijn weer terug, dus ze zijn volle bak zitten daar. Dus het wordt een lastig avondje. Nou, het gezicht heel oud.
Nou, dat komt wel goed. Dat kan niet meer mis, dus komt goed. En dit was hem dan weer, de NEC-update voor deze week. We zijn er volgende week natuurlijk weer. Je blijft op de hoogte via mijn, ik moet tegenwoordig zeggen, X-account en Instagram. Je kunt ons ook nog volgen, NEC-update via TikTok. Daar staan ook nog leuke video's op. En wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Graag tot dan.